Om even voor 5:30 in de morgen begon in Leeuwarden de 10e Elfstedentocht. 259 wedstrijdrijders renden naar het ijs op het Van Haringsmakanaal om zo snel mogelijk de schaatsen onder te binden voor het grote avontuur van de marathonrace over 198 kilometer langs de 11 Friese steden. Binnen enkele minuten gleden de eersten de donkere nacht in. Een half uur na de wedstrijdrijders vertrokken in een dichte sneeuwjacht de eersten van de ruim 6000 toerrijders. De voorhoede van de wedstrijdrijders was op dat ogenblik Sneek al genaderd. Ondanks het verraderlijke ijs op de besneeuwde kanalen werd in hoog tempo gereden. Bij de controle gunde men zich geen tijd voor een warme dronk. Het daglicht gloorde toen de koplopers op weg naar Staveren Galamadammen bereikten. Tot dat ogenblik hadden de rijders nog niet al te zware moeilijkheden gehad. In de zuidwesthoek van Friesland had men met man en macht een smalle baan schoongeveegd. Om 8 uur 18 reed de kopgroep met een achterstand van 20 minuten op het schema van 1954 Staveren binnen. Honderden verdrongen zich hier langs de baan om de doortocht gade te slaan. Van Staveren trokken de rijders naar het noorden tegen de wind in. Op weg via Hindelopen naar Workum vormde zich een kopgroep van 8, waarin zich de Friezen Jeen van den Berg en Nauta bevonden en verder Verhoeven, Wijnhout, de Koning, Van den Hoorn, Tichelaar en Van der Meer. Zij losten elkaar aan de kop voortdurend af. Bij Parrega, halverwege Workum, Bolsward, was deze kopgroep met ruime voorsprong nog geheel intact. In dit dorp moesten de rijders 20 meter door het stro lopen, maar dat betekende nauwelijks een hinderpaal. Voort ging het, via Bolsward naar Harlingen, en nog steeds kwam er geen verandering in de kopgroep. De 8 passeerden Harlingen met een achterstand van 43 minuten op het tijdschema. Een bijzonder goed resultaat overigens, gezien de veel slechtere omstandigheden dan in 1954. Op en bij het Franeker Bolwerk stonden de toeschouwers dicht opeen toen de leiders daar om 11.23 uur 23 binnenvielen. Bijna 6 uur hadden ze toen reeds gereden. Jeen van den Berg en Aad de Koning waren met de overige 6 nog maar nauwelijks vertrokken toen de tweede groep binnenkwam. Deze had op dat moment slechts 50 seconden achterstand. Hierna, op weg naar Dokkum, op het zwaarste gedeelte van de race, werd de kopgroep kleiner. Tichelaar en Van der Meer vielen terug. Jeen van den Berg moest van schaatsen verwisselen en raakte daardoor achter. Maar de 5 overigen bleven in de fel striemende sneeuw bij elkaar. Zij besloten zelfs om gezamenlijk in Leeuwarden de finish te passeren. Een enorme mensenmenigte zag de 5 om 16 minuten over 2, dat wil zeggen 8 uur en 46 minuten na de start, inderdaad met de armen over elkaars schouders binnenkomen. Daarmee kreeg deze 10e Elfstedentocht dus 5 winnaars. Het bestuur van de Elfstedenvereniging besloot echter om geen prijzen toe te kennen, daar men van mening was dat het sportieve karakter van de strijd verloren was gegaan. Wijnhout glunderde desondanks. De Fries Nauta bleek eigen publiek en familie door zijn prestatie het hart verwarmd te hebben. Toen ze wat op verhaal waren gekomen, deden de 5, Van den Hoorn, de Koning, Nauta, Verhoeven en Wijnhout het verhaal van hun belevenissen. De Koning sprak onder andere over de beslissing van het bestuur der Elfstedenvereniging. Het was slecht ijs, het was moeilijk om hier een sprinterpaard te vechten, daar hadden inderdaad ongelukken van gekomen. Hebben wij ook besloten om het met z'n 5 gezamenlijk sportief op te lossen. En dus vind ik, zal de jury van de Elfstedentocht hier niet sportief te gaan doen. Nauta vertelde waar en waarom ze hun afspraak hadden gemaakt. Nou, dat is ongeveer geweest. Nou, Frambuur te Molen. We hadden een hele hoop rottigheid gehad. Slecht ijs, lopen, vallen en opstaan. Naar de benen. Weer bijna te komen. We hadden elkaar nodig, dus we moesten het samen gezamenlijk oplossen. Nou, toen hebben wij gezegd, nou, dat is toch eigenlijk met zo'n toestand van het ijs is onverantwoord. Om een laatste stukje nog te gaan zetten. En daarom bleef de krant ditmaal ongebruikt.